Bij mij staat fractieleider Michiel Tisson en gemeenteraadslid Lieve Venus van ProMortsel. Eerst en vooral ook voor jullie de beste wensen van ons voor 2020. Hopelijk een fijn en een gezond jaar voor jullie. Voor u ook. Michiel, ProMortsel, voor wat staan jullie? Wij willen ons profileren als een onafhankelijke lokale partij voor alle Mortselaars. En wij gaan vooral voor een positief, progressief, hedendaags en sociaal rechtvaardig Mortsel. Lieve, hoe lang bestaat ProMortsel al ondertussen? Goh, wij hebben ProMortsel gelanceerd op 6 september 2020. En met wij bedoel ik Rudy, Patricia, Michiel en ikzelf. Maar ondertussen zijn er al enkele geëngageerde inwoners bijgekomen. En kan ik u ook al nu zeggen dat wij in 2024 met een echte kieslijst zullen opkomen. Oké. Michiel, wat zijn jullie wensen en doelstellingen nog voor dit jaar? Wij wensen vooral een gezond 2022 voor iedereen. En qua doelstellingen, niet alleen dit jaar, maar komende legislatuur nog, voornamelijk constructief oppositie voeren en onze dossierkennis uitbreiden en nog meer kennis opdoen eigenlijk. Dus. Lieve, jij neemt een mandaat op. Kan je dat wat meer toelichten? Ja, dat klopt. Sinds 3 januari zetel ik in een bijzonder comité sociale dienst. Nu, dat was zo afgesproken en vastgelegd in het begin van de legislatuur, dat ik na 3 jaar dat mandaat op mond zou nemen. En dat komt nu dus ook over naar ProMortsel, wat wij uiteraard wel leuk vinden. Zo kunnen wij een beetje sociaal verantwoording mee opnemen en krijgen we ook op dat gebied toch wat meer feeling met wat dat er leeft in Mortsel. Dus het is een uitdaging, maar ik kijk er naar uit. Goed, het gaat dan heel waarschijnlijk wel een drukkere tijd worden voor jou. Uiteraard, dat zeker wel. Ja. Lieve, jij bent hier in thuis vanwege de vorige legislatuur. In BS... SD. SD. Wat is dat juist? Wel, inderdaad, ik heb de vorige legislatuur ook reeds 3 jaar erin gezeteld. Dus een beetje bekend terrein voor mij. Maar wat wij daar juist doen, is een individuele beoordeling van mensen die een dienst of een hulpvraag komen stellen. Zij komen dan op sociale dienst terecht bij goede professionele maatschappelijke werkers die samen met hun op stap gaan om een goede oplossing te vinden voor hun probleem en te zien of dat Mortsel kan helpen, op welke manier dan ook. Ze stellen daar een dossiertje van samen, dat komt naar het comité en wij kennen dit dan toe of niet. En dat doen we om de 2 weken zo. Oké. Michiel en Lieve, kan je al een tipje van de sluier toelichten voor jullie programma naar de volgende verkiezingen toe van 2024? Uiteraard. Wij willen voornamelijk inzetten op meer onderhoud. Onderhoud van voetpaden, wegenissen, wegmarkeringen, straatmeubilair, zitbanken, orde en netheid, onderhoud van parken. Dan ook ontharding. Ontharding is heel actueel. Meer groene ruimte voorzien, voornamelijk in het centrum. Dan ook willen wij inzetten op veiligheid. Het herzien van het BIN-systeem, van het BIN-netwerk. Het optimaliseren, dat het net eigenlijk gedicht wordt. En misschien wel camera's in het centrum om bijvoorbeeld fietsendiefstallen tegen te gaan of op te sporen of noem maar op. Ja, en ook de leegstand van de winkels, klassiek, maar daar willen we toch ook tegengaan en ons winkelcentrum wat opwaarderen. En op sociaal gebied zouden we toch ook heel graag nog een steentje bijdragen, zoals we vorig jaar hebben kunnen doen, samen met Groen het Pamperpremie te verwezenlijken. Dat is toch zo van die dingen willen we zeker doen. En ook een beetje meer transparantie over welk budget heeft Mortsel en wat wordt er juist mee gedaan. En dan is zelfs onze droom om de inwoners van Mortsel ermee inspraak te doen ingeven van wat kunnen we met dat geld doen? Wat zouden jullie er willen mee doen? Als nog we dat kunnen doen, nog meer kunnen mee doen. Ja. Ja, ja. Goed, je hebt het juist al aangegeven, Michiel. Het BIN-netwerk, ik heb daar van de week weer een paar berichten over zien ook verschijnen. Dat staat toch nog altijd niet 100% op punt. Hoe komt dat? Weet jij dat? Exact weet ik niet, maar er zijn wel een paar coördinaten die het hebben overgenomen en het zou terug beter moeten werken. Dus, ja. Maar, ja. En ook wat meer op elkaar afstemmen, denk ik, dat meer het meer overlapt in plaats van allemaal aparte bins. Maar een voorstel zou kunnen zijn, een website waar je kunt op inloggen en dat je zo rechtstreeks in het systeem zou zitten. Of als je verhuist uit de stad, dat je ook wordt uitgeschreven van de lijst, bijvoorbeeld. Ja.
Oké, ik hoor het al. Jullie hebben nog heel veel op jullie programma staan. Heel veel uitdagingen. Bedankt voor het interview en nog prettige avond verder. Voor u ook en dank u wel. Dank u wel. Dag.